is nogal een uitdaging. Goedemorgen, ik ben lekker donker, terwijl het is helemaal niet donker. Het is woensdag en we zijn heel erg aan het haasten. Ik wil echt mijn bed, ik slaap zo diep de afgelopen dagen. Kom er gewoon niet uit. Hoe snel de laatste dingen in Sarah de tas en dan... Sarah, zullen we... wil je even nu eerst je jas aan doen? Doe die beige gouden maar aan. En we gaan naar school rennen. Ik neem mijn camera overigens niet mee, want het regent heel hard buiten. En dat vind ik niet handig met mijn camera. Oh, ja, als je denkt hetzelfde te doen. Ik heb zo'n shirtje aan met zo'n ritje. Zat open, dus mijn haar zat ertussen. Ik heb deze top aan trouwens. Die is van Karen Millen. Die echt het licht. Het slaat helemaal nergens op. Deze broek. En ik kom er even niet op waar die van is. En de schoenen kom ik ook even niet op waar die van is. Wel even makkelijk, omdat ik nog gewoon zo druk in huis bezig ben. Dat dit gewoon even een makkelijke outfit is. Thuis, het regent net zo hard. Echt heel erg dat de hele jas doorweekt is. Ik ga nu even snel wat eten. En ik heb wat dingetjes die ik vandaag wil opruimen en uitzoeken. Die ga ik zo klaarzetten, want dingetjes wil ik echt even met Sarah doen. Er zitten ook spullen van haar bij. En dan hoop ik een stukje van die het dressoirlicht te krijgen. En als ik het klaarzet, dan kunnen we dadelijk na het eten gelijk aan de slag. Maar eerst nu zelf even. Ik eet altijd even snel een banaantje, want dan heb ik niet heel veel eetlust. Maar daarna, als ik dan terugkom, dan heb ik wel altijd echt heel erg honger. Dus... ik ga lekker beschuit met hagelslag eten. Daar heb ik zo'n trek in. Kijk hoe lief Mimo ligt te slapen. Vindt ze heel schattig. En nou komt ze een keer in beeld, want ze loopt altijd weg als ik film. Moet je er wakker van? Blijf maar lekker slapen. Het is zo lief. Nou, de kast is leeg en ook uit het dressoir heb ik gehaald wat eruit moest. En nu wil ik dus dit in zoverre uitzoeken dat het daar in het kastje past. Nou, dat gaat echt een opgave worden. Want dat gaat natuurlijk never nooit niet passen, dus ik ben benieuwd. Sowieso, deze doos, die is al... ik wijs wat scheef. Die is al te groot om daarin te kunnen, dus daar moet ik sowieso wat anders van zinnen. Die is overigens wel echt heel leuk. Het is echt een kinderspel van mij van vroeger. En dat vond ik helemaal geweldig. Ja, het is eigenlijk een bordspel, maar je moet dan winkelen om je opdracht gedaan te krijgen. En hier was ik helemaal gek op vroeger. En ik weet het eigenlijk niet. Ja, vanaf 8 jaar. Ja, ze wordt 6, dus die is bij de hand genoeg. Dus eigenlijk moet ik dit eens binnenkort gaan proberen of ze het leuk vindt. Sarah is weer uit school. En we gaan even... langs de klasgenootje en die is ziek. Maar we hebben stoofpeertjes voor ze. Dat komt hier van Julie en dat brengen wij weer naar Chantal. Dan lopen we zo goed als langs, hè? Nee, ja. En dan kan je even beterschap zeggen. Het is een klasgenootje van me. Het is een buurman van me. Nee, een buurtgenoot. En het was je klasgenoot. Ja, nu is het je buur... Oranje. Ja, oranje auto. Hé, hey, maar nu is het je buurklasgenoot. Goed kijken. Alle kanten. Komt er iets? Ja. Ja, zo ben je heel goed aan het opletten. Kijk nou eens. Als je gaat draaien, moet je weer opnieuw kijken. Kan je? Dat is toch een gele of niet? Nee, maar Sarah, kan je oversteken? Ja. Oké. Okay. Sarah die is nog aan het lunchen daar. En ik ga beginnen met even op soort zetten. Dus de memories bij elkaar en de gewone kaartspellen bij elkaar. Dat soort dingen. Ja, het wist is alleen. Maar dan... los. Sophia los. Poppy, laat mama het even vertellen. Met z'n tweeën door elkaar gingen werken niet zo goed. Maar goed, dan kunnen we dus gewoon goed kijken. Want volgens mij hebben we echt, weet ik veel, 10 kaartspellen. Ik weet in ieder geval dat deze twee we gaan zo... ja, dat zijn memories. Ga jij even je lunch eten, dan kunnen we zo samen verder. Ja, wat is dit alweer?
Nou, niets gelogen. Ik heb dus echt precies 10 gewone kaartspellen. Maar wat moet een mens met 10 kaartspellen? Deze hebben we weer allebei 2 keer. Dit heb ik dus gesorteerd. Dit zijn allemaal unieke spellen van elkaar. En dit ook nog. Dit is eigenlijk allebei gewoon mensen erger niet. Maar de prinsessen en de gewone variant. 4 memories. Dit zijn dan wel weer unieke spelletjes. Uno en dan ja, losse dingen. Maar dit is eigenlijk ook 2 keer hetzelfde spel. Dus daarom gaan we van, moeten we even samen kijken wat, welke we dan bewaren. Want ik vind 1 variant per spel vind ik wel genoeg. En we gaan nu dus verder met de spelletjes doen. Ja, we gaan eerst dit stukje. Dus dat wordt nog moeilijk. We gaan nu even kijken of alle kaartspellen compleet zijn. Want ik kan wel heel leuk zeggen, ik hou wat. Mag jij zo'n plaatje leggen? Dus maak je een stapeltje met schoppen, een stapeltje met harten, een stapeltje met ruiten, of ja, ruiten, een stapeltje met klaver. En de jokers kan je er dan naast leggen. Doe jij die? En dan die. En ik heb er al 5 uitgezocht, terwijl Sarah nog aan het lunchen was. Maar ik denk, ja, anders doe je kaarten weg en dan bewaar je iets wat incompleet is. Dus dan gaan we daar kijken welke we bewaren. Zag ik wel dat we 9 gewone kaartspellen en dit is een pokerspel. Dus die is sowieso anders. Er zitten ook geen jokers in. En die zijn ook van een ander materiaal. Dus we waren 1 pokerspel. En dan gaan we even kijken. Dit zijn ook hele mooie kaarten. En hoesjes. En met sommige spellen heb je 2 kaartspellen. En dan is het handig als je kaarten dezelfde maat hebt. Dus die bewaren we dan. En dan vind ik deze ook nog handig. Dat deze heel klein is. Kijk maar, Sarah. Dus op vakantie of zo, als je met handbagage reist en je wilt toch kaarten mee, vind ik deze wel heel fijn. Dus dan hebben we 4. En hoeveel doen we er dan weg? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 weg. Nou, we gaan nu eerst de dingen uitzoeken die we sowieso willen houden. Nou, dit spelen we natuurlijk heel vaak. En dit is de extension. Dus dat willen we sowieso houden. We hebben 1 te veel. Ja, dat klopt. Dat ligt eraan wie het eerst begint. Daar hoor je de 1 te veel in hand hebben. Deze spelen we nog niet heel vaak. Omdat voor Sarah gaat het gewoon net te snel nog. Je moet tellen en dan moeten er 5 op tafel liggen. Van alle spelers. Maar ja, ze houden ons gewoon niet bij. Maar dat komt nog wel. Dus die blijft ook. Want dit is wel echt een heel leuk spel. Sowieso vind ik dat Halligalli heeft hele, hele leuke spelletjes. Echt, echt aanraders. En voor nu leg ik gewoon even alles wat we willen houden in de kast. En dan kan ik dadelijk, als we hebben uitgezocht wat weggaat, ga ik even kijken hoe ik het erin ga krijgen. Ik heb nog een spel gevonden en dat is echt heel oud. Die doos valt ook half uit elkaar. En dit is helemaal niet bekend hier, maar dit is zo leuk. Dit is met een tolletjespel en dit speelde ik vroeger altijd bij mijn opa en oma.
Daar was ik helemaal gek op. En dat ben jij denk ik ook wel een beetje oud genoeg. Maar ik denk dat jij wel een beetje kan tollen. Wat dus is tollen? Die blijft ook met zo'n tolletje. Zal ik het heel even laten zien? Nou, je hebt dus dit bord. En aan de zijkant zitten ook nog vakjes. Mag ik nu? Er zitten gaatjes. Nee, ik laat het één keer alleen zien. En dan heb je die balletjes. Nou, deze is voor extra punten als die in rood komt, geloof ik. En dan heb je die tol. En dan moet je tollen. Kijk, deze is nu in de 20 gegaan. En zo gaan al die balletjes ergens in. En oh, je hebt hem dus in het 7 gedaan. Ja. Nou, nu is hij dus klaar. En zo scoor je dus punten. En dan na zoveel beurten wie het hoogst is. 12 punten en je hebt 8 punten. Ja. Ja. Ik zie wel dat mijn batterij ons dus gaat knipperen. Dus wij gaan even verder. En dan laat ik even de camera op. En dan ga ik dadelijk laten zien hoe ver we zijn gekomen. De camera is nog niet helemaal opgeladen, maar even snel. Dit houden we. Dus dat moet ik in die kast zien te krijgen daar. Die natuurlijk moet ik een andere plek verzinnen. Sarah heeft die helemaal gevonden nu. En als je denkt, het zit er een vlek op. Ik heb die gaatjes toen dichtgeplakt, omdat die balletjes eruit vallen. Het zijn van die kleine balletjes. En die moet je van de ene en de andere kant krijgen. En dit doen we toch weer allemaal weg. Dus het is toch wel een aardige stapel. Want dit, ja, het lijkt ze niet veel, maar het zijn best grote dozen. En het zijn echt wel hele leuke spellen, maar ze worden nooit gespeeld. Dus, weet je, en er zit ook die onderste. Dat is zo'n doos waar 100 spellen in zitten. Maar alle spellen die we leuk vinden, hebben we daar. En we vinden het eigenlijk, hadden we overlegd, leuker om het als losse doos te hebben. Dan heb je meer het gevoel dat je echt een spel pakt. Nou, we hebben echt zo goed opgeruimd dat we gewoon ruimte over hebben. Ik heb hier de goochelspulletjes van Sarah nog erin. En die andere staan volgens mij hier erachter. En ik heb zelfs al de puzzels erin. En we hebben nog een gaatje over. Nou, echt een wonderen zijn de wereld nog niet uit. En ik ben heel trots op ons. Want, ik kan je echt zeggen, opruimen met een kleuter is nogal een uitdaging soms. Er zijn heel wat discussies net voorbij gekomen. Wat te houden, wat niet. Want Sarah wil het liefst natuurlijk alles houden. Wat ik ook snap. Maar ja, soms moet je keuze maken en dat is ook wel handig om te leren. En dan kom ik gewoon, terwijl ik even dat spel op zolder leg, nog twee kaartspellen tegen. Nou, tijd om even te gaan eten. En ik heb gisteren macaroni gemaakt, maar ik had veel gemaakt. Dus ik hoef het alleen op te warmen. En dat vind ik echt even mega fijn nu. Want ik wil nog veel meer opruimen. En ik wil zeggen dat alles wat weggaat, heb ik lekker op marktplaats gezet. En dat staat er op 3 dingen na, geloof ik, nu allemaal op. Dus dat was best wel veel werk. Hoi, papa. Hoi. Ik zat op je video net een paar keer te luisteren. Ja, en wat denk jij? Ja. Je mag het niet verklappen, hè? Ik weet het echt niet. Wat denk je gewoon? Ik weet het nog niet, schat. Ik, Want het is klein en het is rond en er zit een gaatje in. Het kan gevaarlijk zijn, een beetje. Je moet het niet in je mond stoppen. En je komt het eigenlijk heel veel tegen. Maar dat heb je niet door. Maar je hebt eigenlijk helemaal niet door dat je het zo vaak tegenkomt. Is het een sleutel? Lekker net samen met Sarah gedoucht. Ik ben echt vandaag 3 keer verregend of zo. Dus ik vond het wel heel. Oh, als ik even mijn schermpje uitzet, dan zie ik ook een beetje of ik de goede kant op richt. 3 keer verregend of zo vandaag, dus echt, ik wilde mijn haar wassen en ik wilde het allemaal van me af. Ik heb lekker Marco's veel te grote voor mij trui aangetrokken. Het lijkt echt zoveel donkerder dan het is, want het is gewoon schemerig. Maar goed, even lekker een theetje zetten. Ik heb mijn dekje op de bank. Ik moet nog even wat editen. En nou, daarna heb ik een opruimproject, maar eerst even editen, want anders kan ik heel leuk vloggen wat ik wil, maar dan komt er niks online. En dan ga ik even kijken, want ik heb daar nog een paar kasten, of ik daar aan kan beginnen, of ik dat red, of in ieder geval een stukje, dat zie ik wel. Nu weet ik dat ik altijd wel honger heb, maar ik heb nu wel echt extreem veel honger. Maar we hadden natuurlijk eten, en dat was in principe gewoon genoeg. Alleen Sarah die had vandaag zo verschrikkelijk veel honger. En ja, zij gaat natuurlijk vrij kort na het eten naar bed. En ik had echt zoiets, ja, weet je, als ik nu zeg maar genoeg eet voor mezelf, dan heeft zij niks. Maar ik kan dadelijk nog wat maken en zij niet. Dus ja, toen had ik echt zoiets, nou, ik geef haar gewoon zoveel als ze wil of nodig heeft of wat dan ook. En dan maak ik dadelijk gewoon wat. Dus ik
ga ik lekker noedels maken. En moet ik uitkijken, want als Mirjam dat ruikt, wat je helemaal wil, die wil dit altijd van mij pikken. Kijk, te zitten dan. Hier staat mijn eten. Je bent echt zo erg, jij. Jij. Je krijgt het niet. Je krijgt het nooit. Dat weet je. Oh, dan gaan we schijnheilig om ons heen kijken. Nee, je was helemaal niet naar mijn eten aan het kijken. Totaal niet. Je bent schijnheilig. Oeh, lukt het je weer? Lukt het je weer? Ja, jij. Oké, ik weet dat ik het never nooit meer af ga krijgen nu, want de rest duurt te lang. Maar in het kader van wat morgen nog weggaat, is weg. Ga ik toch nog even kijken wat ik uit die kast kan halen. Want kijk, hier vind ik wel gelijk weer iets. Dat kan weg. Dan is dat in ieder geval toch al gedaan. En het uitzoeken laat ik dan verder even. Ik ga echt van hier kijken wat er bij het oud papier kan nu snel. En de rest is voor later. Dit is wel heel leuk. Dit zijn... Oh, kijk dan. Moet ik eigenlijk nu niet doen, want... Nou, stel scherp. Deze heb ik van mijn ding nog nooit laten zien. Dit was de eerste pasfotootje. Echt zo schattig. En hier... Als klein net peutertje. Nou, hij wil niet echt scherp stellen volgens mij, maar goed. Je begrijpt het idee. Nou, dat zijn dus dingen op nou. Toch snel deze stapel eruit gehaald. En dit waren allemaal plastic zakken. Daar zaten de uitnodigingen in. Maar die heb ik gewoon allemaal in één zak gedaan. Dus dit kan lekker bij plastic. En dit kan morgen nog mee met oud papier. En ik moet zeggen, het voelt echt lekker om dit nog even af te hebben gekregen. Even af. Toch een heel stuk gedaan. En ik kwam ook tot de conclusie. Ik deed wat fotoalbums inplakken. En dat vind ik heel leuk. Maar daar ben ik al zo lang niet aan toegekomen. En ik ga dit ook verder uitstellen. Tot even na de drukte van Sarah's verjaardag. En dan ga ik daar gewoon weer mee verder. Want er zitten heel veel dingen bij. Ik vind dat leuk als je dan een kaartje bij plakt. Weet je, als je ergens was of wat dan ook. Maakt die albums net wat leuker. Je vult ook een beetje de gaatjes. Daar kwam ik heel veel van tegen. En eigenlijk pas ik het in ga plakken, weet ik wat ik daarvan gebruik. Dus daar moet ik gewoon echt mee verder gaan. Maar dat wordt gewoon na het weekend van 12, 13 oktober. Zij is de 10e jarig. De 11e de kinderfeestje, 12e grote feest. Nou, die zondag de 13e ga ik sowieso altijd langs mijn opa. Dat was de sterfdag van mijn oma en dan gaan we gewoon altijd langs. En daarna... Heb ik nog wat druk, want oktober heeft verschrikkelijk veel verjaardagen. Maar dat zijn dingen buiten huis en niet hier. Dus dan ga ik daar gewoon mee verder. Maar in ieder geval alle onnodige dingen die ik zo snel tegenkwam, die heb ik er allemaal uit. En het leek, vond ik op beeld, minder stapel. Maar het was echt zo'n stapel. Alleen hij lag natuurlijk een beetje bol. Maar toen ik het op elkaar schoof, was het echt zo'n hoop. Dus dat is toch weer even lekker opgeruimd. En na deze thee ga ik lekker slapen. Dus ik wil ook gelijk de vlog afsluiten. Bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren. Dat kan hieronder of in het scherm hierna. En dan zie ik je morgen. Doei doei!